Meneer Withaar, we zijn vandaag te gast op de basisschool. Misschien kunt u allereerst even uitleggen, waarvoor zijn we hier, wat gaan we meemaken? We zijn hier om onze schooltuin te openen. We hebben heel hard gewerkt met de hulp van heel veel ouders aan het maken van een educatieve tuin. Waar kinderen lekker aan de slag kunnen, niet alleen kunnen kijken, maar ook kunnen doen. Kunnen onderhouden, kunnen onderzoeken. Vandaag gaan we officieel deze tuin bij elkaar openen. Wat is de aanleiding om deze tuin te realiseren? Nou, dat is alvast een educatieve ondergrond toebehoren. Ja, nou, de Baarzen wil heel graag een extra accent zetten richting natuur. Natuur- en milieueducatie. En we proberen dat ook handen de voeten te geven. Echt door kinderen actief ook op school met natuur bezig te laten zijn. En ja, we hebben de ruimte hier op het plein om daar iets moois van te maken. Daarom ook deze tuin, deze ontwikkeling. Dus kinderen kunnen echt letterlijk straks aan de slag tijdens natuurlessen in onze tuin. Dat is de bedoeling, dat willen we graag. Zijn er nog speciale facetten die dan aan de orde komen in die educatieve lessen? Nou, er zijn verschillende onderdelen in de tuin. We hebben een fruitdeel, een groentedeel, er is een vijver met zijn eigen klimaat, er is een insectenhotel, er zijn vlindertuinen. Dus er is van alles te doen op verschillend vlak, ook qua onderhoud, qua onderzoek. Waar kinderen echt letterlijk en figuurlijk aan de slag kunnen binnen natuur- en milieueducatie. Een van de vragen was, gaan wij dit jaar een insectenhotel maken of een vlindertuin? En het antwoord was een insectenhotel. Dat wilden we graag. We kregen op een gegeven moment een mail van Raymond. En Raymond zei, ik wil helpen. Ik wil graag meer dan alleen dat insectenhotel. Ik wil eigenlijk een hele tuin. Met een vlinderstruikentuin. Met groenten, met fruit. Met allemaal dingen van kinderen van alles kunnen doen. Nou, weet je wat het mooie is van echt dingen doen binnen wereldoriëntatie? Dat kinderen en intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze vinden het heel leuk om echt met hun handen dingen te doen. En los te komen van de boeken. En ze leren daardoor veel meer en veel langer. Dus dat is de reden voor ons om kinderen echt aan de slag te laten gaan in onze eigen tuin. Het ziet er prachtig uit. En het is door met kinderen en ouders samen gedaan. Ja. Dus alles wat je goed vindt in vrucht, groen, dingen samen doen, jeugd, natuur- en milieueducatie, dat komt allemaal in deze tuin bij elkaar. En dan nog ook nou, misschien mag ik wel zeggen, misschien wel een van de beste scholen van Vught. Nou, dan weet ik niet meer. Misschien wel. Dan kan ik alleen maar heel erg trots zijn dat ik hier even mag zijn. Nou, hartstikke bedankt. Dan geef ik u de schaar. Jongens, meisjes, als jullie het lint even loslaten. Dan gaat meneer de wethouder heel veel officieel de tuin openen. Zijn we er klaar voor? Oké, let op, hè. En de tuin is open, yes! Geweldig. Kom maar kijken. Ontzettend bedankt.